Nou. Wil je hem openen? Nee, ja, heel zelf video. What up mensen en welkom bij een nieuwe video. We zijn in Bali. We gingen laatst naar de supermarkt toe. En toen, ja, jullie kennen ons, weet je, dan gaan we even nieuwe dingen proberen. Dus we hebben allemaal shit gekocht, gewoon allemaal zoutige dingen, zoetige dingen, drankjes, van alles en nog wat. En allemaal uit Bali. Echt gek uit, hè? Indonesian food. En we gaan ze uittesten, man. Wat verwacht je? Ik verwacht niet echt veel lekkers. Er zit wel echt heel rare shit bij. Ja, het is rare smaken. Ja. Hele rare smaken. Nou, genoeg gepraat. Zullen we beginnen? Ja, ik heb er zin in. Ik wil wel met zout beginnen. Oké, ja. En dan dus zoet chips eindigen. En zo? Ja. Okay. Zullen we eerst even laten zien wat we allemaal hebben? Allemaal. Of doen we gewoon één voor één voordat we gaan proeven, vind ik. Eén voor één. Dat vind ik veel beter, ja. Oké, okay. Met wat wil je beginnen? Chippers? Chippers. Oké, kun jij maar eerst een smaak Oké, ik wil beginnen met deze. Ja. Dit is de Cutella Ubi Ungi. Ja? Dit is sweet potato chips. Dit is paarse zoete aardappel. Oh, hij is paarse. Shall we? Ja. Ik ben benieuwd. Ik ga het wel lekker, ik heb ook wel borst. Oh, het ruikt wel raar. Huh? Zo ziet het eruit. Purple. Jij mag beginnen. Nee, tegelijkertijd. Tegelijkertijd? Wacht. Uf. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Oh, ik vind hem best wel lekker. Niet verkeerd. Echt niet verkeerd. Oh. Lekker zoet. Mm-hmm. Ik had er wel voor chips zeg maar wat zoutiger verwacht. Ja, nee, ik vind hem best wel lekker, maar hij is ook sweet potato. Ja, hij is wel lekker. Ja, ik vind hem wel lekker. We gaan voor alles ook maar gewoon even een hapje nemen. Omdat we anders gewoon heel erg misselijk gaan worden aan het einde van de rit. En best wel veel zeg maar, want we hebben gekocht dus. Ja, het is echt veel. Oké, jij mag de volgende kiezen. Oké. Zeebierchips. Deze. Je hebt langere armen, eigenlijk moet je hebben. Zeebierchips. Ja. Ben je echt benieuwd naar, want ik heb hem heel vaak langs zien komen bij iedereen. Volgens mij is deze wel echt goed. Ik knus sowieso geen zeebier, dus ik kan het niet lekker vinden. Misruiken. Nee, dit vind ik echt goor. Nee, je moet wel proeven. Met jouw dingen. Wacht. Ja, jouw ook gore dingen. 3, 2. Nou, even helemaal in je mond. Dat is niet slecht. Nou, dat is niet verkeerd. Dat is echt niet verkeerd. What the fuck? Nou, die nasmaak is wel echt vies. Ja, die nasmaak is echt goor. Eww. Hele rare nasmaak. Gadverdamme. Nee, echt goor. Het smaakt een beetje naar vlees of zo. Het is gewoon zeebier, man. Hij ruikt wel lekker, vind ik. Mag ik ook een beetje water drinken? Eww. Next. Wat zit er allemaal in? Er zit hier mais, seaweed, quinoa en. Wat heb jij nou weer? Ga je deze nemen? Ja, echt goor. Okay. Zalm teriyaki heeft hij gekozen. De volgende: zalm teriyaki. Ja? Is die scherp? Ja, bijna, soort van. Oké, ja, wat moet je verwachten? Chips die naar vis smaakt. Maar dit soort heb je niet in Nederland. Nee. Maar wij houden ook niet van deze smaken. Dat vinden ze echt lekker hier, zeg maar. Echt? Hè? Ja, tuurlijk, ze eten alleen maar zeewier. Wat vind je van de geur? Ik weet niet, ik heb niet echt een mening. Ik heb eigenlijk geen zalm, jij wel? Ja hoor. Waarom heb ik zo'n grote en jij zo'n kleine? The fuck is dat nou weer? Ik vind het best wel lekker. Maar een beetje pittig. Maar geen smaak. Ik vind het best wel lekker. Hij vind ik echt lekker. Hij is pittig. Hij is voor mij dit. Hij smaakt niet naar zalm. Nou, het begin wel, daarna niet meer. Ik vind hem mooi. Oh, ik vind hem lekker. Ik vind hem mooi. Oké, de volgende. Is dat een cheetah? No, it's cheetato. Cheetato! Wat is dat dan? Dat is een merk. Nee, maar wat is dit? Nu 15% extra. Spicy chicken flavor. Oh, je hebt ook weer spicy. Ayam bombo. Binnen ayam bombo, ja. Wallah, chocadjo, ja. Ayam bombo. En je bestaat met die. Is dat mijn voet? Is bombo. Ik was het. Ja, alleen Turken gaan het begrijpen. Goed. Wow. Lekker? Heftig. Gaf het dan. Ik word die echt niet misselijk. Chicken, die judge. De judge.
Janja. De Janja. Proost. Ik wil deze niet. Ja. Hey. Godverdamme. Hij is wel echt dat eten wat je op je bord krijgt, hè? Nee, sorry. Moet je deze was echt niet gaande, man. Chitato. Nou, nee. Niet lekker. De volgende. We zien ons nou op de achtergrond. We hebben trouwens een spiegeling. Ik ga stuk. Ah, boeien. We hebben nog eentje van Chitato. Maar dit is... Sapi Bumbu Bakar. Sapi Bumbu Bakar. Busapi Bumbu Ya Bakar. Bakar is toch koe? Nee, in het Turks is bakar, zal kijken. Ja, maar waarom praat je op Turks? Omdat het lijkt op Turks. Bakara is Arabisch, bakar. Spicy grilled beef flavor. Ja toch, beef? Beef is toch bakara? Is dat zo? De Arabisch. Beef? Jongen, rund is dat toch? Dat is toch cool? Jouw Arabisch weet dat niet van mij, ik weet het niet. Wacht even. Hier. Bakara. Blijf hoor. Oh. Nee. Godverdomme, die nasmaak. Eww. Nee. Eww. Die nasmaak is echt goed. Ik pak even cola. Ja, pak ook gelijk vast. Oké. Voor ons, want ik ben zeg maar nog wat parmatiseerd. Huh? Dit is wel. Die hebben ze er net ingedaan. Top. Rasa madu mentega. Honey butter flavor. Nee, volgens mij is deze iets zoeter. Wacht even. Ja, zeg je dan. Lekker? Nou, die chips is dit echt lekker. Ja, kom, een honey butter flavor. Zo. Ik weet nog wanneer ze van stoer afpakken van laat mij het open doen. Deze is ook heel moeilijk open te krijgen, hè? Goed. Okay. Hij rijdt naar die koekjes. Godverdamme. Eeuw. Dat is echt goed. What the fuck? Waarom eet je door dan? We hebben het even. Eeuw, je is gewoon boter. Maar je smaakt echt boter. Met honing. Ja, echt gewoon. Maar ik snap die hele combinatie niet. Maar zeg maar, lekker. Lees zegt van oké, we moeten ook iets voor de Aziatische kant zoeken. Ja. Honing met boter. Ja, misschien eet dat hier heel goed. Godverdamme. Gaan deze doen nu? Ja, deze krijg je heel moeilijk open trouwens. Oké, okay, dit is Boa Angur. dit is volgens mij druiven chips. Ja? Nee? Oké. Okay. Ik ben erg benieuwd hoe je het open gaat krijgen. Wel echt kleurrijk hè, onze tafel. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel onzin gezien als in Azië als het om snoepen en zo gaat. Ja, klopt. Dus echt te veel. Ja. Is moeilijk hè, deze? Zo, ik heb hier echt zin in hè. Ja, we gaan straks aan het zoete beginnen. Ah, dat is amana. Nou, wat is dit hè? Ik moet gewoon even inpikken, schat. En met wat? Een dop, nigga? Really? Oh, ik heb hem al. Dit is druiven, chips, toch? Er is druivenchips. Je bent wel echt hongerig, man. Wacht nou even samen. Godverdamme. Eeuw. Dat staat nergens op. Die is echt goor. Die is toch echt nergens op. Eeuw. Die was echt goor. Zo'n dikke laag. Met druiven ding. Oké, we gaan niks geks nu laten zien. Ja, we hebben twee popcorn. Smaken. Deze is cappuccino. Dit is cappuccino. En rasa. Is cherry. En kersen. Ja. Ik zeg kersen. Ik ben je mee openen. Deze zak is echt rot, hè? Om te openen. Ik wil de eerste openen. Ja, nee, sorry. Ja, got it. Oh, schattig. Laat ze het eruit van dichtbij.
Maar dat zien ze niet. Ja. Kijk. Oh ja, kijk. Beetje rozig. Oh, deze vind ik lekker. Echt? Ja. Yummy. Deze moet ze ook naar Nederland laten we. Echt lekker. Ja. Dit is echt lekker. Is echt lekker. Moet ze in Nederland ook hebben van die smaak. Ja. Okay. Echt lekker, man. Ja, is echt lekker. Deze moet ze bij paté gooien. Pink popcorn. Ja. Lekker. Ja. Lekker. Ja. Top. Ik vond dit het lekkerste, hè? Ja. Cappuccino. Cappuccino? Dat vind ik niet zo lekker. Godverdamme, we hebben nog iets heel vies ertussen. Oeh, zullen we eerst die doen dan? Dan kan je nog afsluiten met dit. Ja, we hebben nog heel veel zoets. Ja, dat is waar. Waarom is het zo moeilijk? Ja, dus wij moeten eigenlijk tussendoor deze vieze drankjes opdrinken. Zullen we die op het einde doen? Ja. Of hierna gewoon tussen het zoeken? Dat is gewoon misselijk nu, hè? Dit is zo slecht. Gewoon in het midden. Mag ik kijken? Hij ruikt wel koffie. Cappuccino. Niet slecht. Niet slecht. Nou, nah, niet slecht, maar ik snap die hele combinatie. Dat kan wel eigenlijk. Cappuccino. Ik vind die nasmaak vies. Die nasmaak is precies wat je bij koffie ook hebt. Zo'n, ja. Zo'n koffiesmaak. Oké, ik wil niet meer. Mooi. Ik vind het niet zo lekker. Kerst was lekkerder. We gaan nu een heel vies uitproberen. Wil je even dichtbij laten zien? Dit is Big Roll Grilled Seaweed Roll. Oh. Ik denk persoonlijk... Schoon dat je... wiet. Wat? Schoon wiet. Wiet? Lijkt op een jonker. Nee, maar ik denk dat je dit moet eten. Gadverdamme. Met iets ertussen. Dat je hier zeg maar rijst of zo tussen doet. Nee, echt niet. Iedereen kant? Wat is dit? Iedereen kant afbijten? Alsof je gewoon een rauwe vis op je tong legt. Gadverdamme. Huh? Dit is echt goor, man. Dit is geen aanrader, jongens. Echt niet. Dit was echt goor. Fucking goor. Oké, let's go. Dit is een beetje de leukere. Gaan we eerst drinken doen? Ja. We gaan gewoon ondertussen ook drinken, toch? Oké, laten we nu dan één drankje doen. We hebben... Larutan. Pengjar. Gejar. Het is honeydew flavor. We hebben jungle juice grape. Jungle juice. We hebben guava. We hebben soursop. Moet wel oppassen dat er geen alcohol of zo in zit. Nee, het is allemaal geen alcohol. Het is gewoon normale sapjes. Ja, zeker. En we hebben nog een guava. Maar een andere soort. Oké, welke wil je beginnen? Deze. Ja? Ik ben daar ook heel benieuwd naar. Waarom is er een... Rasa melon. Waarom is er zo'n dier op? Dat is een eenhoorn. Of een eenhoorn? Rasa melon. En de rasa melon. Oké, een beetje, hè? Niet overlijpen. Stop. Oh, whisky. Oh, proost. Gaan we shotten? We moeten shotten, denk ik. Oké. Okay. Meloen. Meloenwater. Meloen. Schoon water. Ja. Was niet verkeerd. Oh, ik word hier wel misselijk van. Er is een kans dat we gaan kosten straks. Ja. Zeker. Nu komt mijn tafel. Ah, je wilt die zo graag, hè? Chocolade met bananenstokjes. Dat is een Mikado. Maar dan banana chocolate. Nou, ja, die is gewoon lekker. Ik ben Boeka. Boeka? Hier, denk ik. Boeka, Boeka. Wat heb je zo zin in? Ja, ik weet het niet. Eindelijk is lekkers. Oh, ha, gelijk drie. Pakobet proost. Is oh, dat is echt zoet. Zo. Maar echt normaal. Ja. Ja, niet meer eten. Oh, dit is echt lekker. Gewoon, niet echt, stop. Jungle juice! Jungle juice. Niet veel van nee, ik word echt misselijk hoor. Shotten.
Godverdamme. Ik vind die echt lekker. Yo. Kom op man, dat is gewoon druivensap man. Nee. Dit is echt doen. Oké. Nu we het over druivensap hebben. Dat is echt pure druiven. Gaan we druiven-Oreo's proeven. Dat is niet waar. Ice cream flavor staat erop. Zo nou, is paars. Oreo ice cream flavor. Het is echt ice cream. Ja, staat erop ice cream. Blueberry man. Oreo eten zoals je hem moet eten of ga je hem gewoon happen? Schat, ik ga gewoon Oreo eten. Ja, maar normaal gezien moet je zeg maar die middel zo. Proost. Doe je hem zo eraf. Nee. En dan doe je dit zo. Nee. Ach, laat maar, ik kan het niet. Ik vind het best wel lekker. Ja? Ja. Jij houdt nooit van zoete dingetjes. Dit is wel lekker. Je hebt zo nep. Hij heeft een beetje mint. Minty. Eeuw, ja. Die nasmaak. Nee, ik vind het niet lekker. Ik zeg, als je hier, zeg maar, normaal gezien van Oreo, kan ik een hele pak eten. Zonder probleem, met melk. Nee, dit kan ik niet eten. Hier heb je eentje genoeg van. Godverdomme. Dan ben je gewoon klaar. Hé, hey, pa, ja, wat is dat? Een nasmaak. Het is niet lekker, hè, die nasmaak. Een beetje mint. Nee. Nee, niks voor ons. Kom op, soes op. Ben je klaar voor? Godverdomme. Doe een beetje, hè. Stop. Oh, volgens mij is het echt goor. Oké, jij eerst. Nee, ik ga het niet shotten. Jij eerst. Is dit gewoon siroop? Of moet je het mengen met iets? Proef maar. Ik wist het, hè? Toen ik in de winkel kwam, dacht ik van... Wacht, dit. Volgens mij moet je er water bij doen. Ja, proef maar. Wel beter dan dit. Hij blijft goor. Hey, we hebben KitKat. Green flavor. Welke smaak is dat trouwens? Volgens mij is het die green, ja, green tea. Oké. Ik vind het zo raar. Precies wel erg. Ik ben wel benieuwd of het echt naar chocola smaakt of niet. Ja, hij is echt groen. Oké, proost. Proost. Check jongens. De green Kit Kat. Godverdomme. Godverdomme. Poeh. We hebben elke Kit Kat verneukt, hè? Ik vind het echt goor. Ik heb echt KitKat verneukt. Ik kan echt niet. Ik kan KitKat. Ik proef niet chocola. Yo. Dit is gewoon disrespect naar KitKat. Nee, dat was echt goor. Dit zijn Hello Panda. Die kennen jullie waarschijnlijk nog wel. Het zijn deze. Dit is best wel makkelijk toch? Dus dit, volgens mij is dit niet heel vies. Welke smaak is dat? Dit is biscuit with filled milk. Oké. Okay. Dit is melk. Dit is cookies and cream. En dit is biscuit filled with strawberry. Oké. Laten we de eerste doen. Ik ben echt misselijk. Ja, ik begin ook een beetje misselijk te worden. Oké. Prost. Ja. Gewoon een normaal koekje. Nee, niet lekker. Niet heel bijzonder. Oké, dan deze. Deze is cookies en cream. Maar die heeft een donkere buitenkant. Klopt. Dat is eigenlijk wel fijn. Ik heb al een pepernoot. Ja, proost. Zelfde smaak. Ja, het smaakt precies zo. The fuck. Dat is precies zo. Okay. En de laatste. Strawberry. Echt vies. Ja, voor. Chemisch, hè? Ja, echt voor. Nee, nee. Geen fan van. Als je van 1 tot 3, zeg maar, welke staat op nummer 1 van deze? Deze. Oké, die dat tweede dan zo. Ja? Oké, dan hebben we bites nog en dan deze. Ik ben hier echt benieuwd naar. Dit zijn bites. En dit zijn cashewnoten omringd met chocola. En ik denk oprecht dat deze heel lekker is. Okay. Maar voordat we dit gaan doen, moeten we nog één stapje proeven. Uit de slok. Nee, ik, kom op, ik meer. Ga het echt niet denken. Ik ga echt, hij stinkt. Maar hun verwachten nee, het wel. Nee, ik ga... Ga eens ruiken, ik eet het niet, ik drink het niet. Schat, kom op, je kan niet een testvideo maken en dan niet testen. Nee, dat vind ik kan hier niet. Ik ben echt misselijk, ik ga kotsen. Oké, jullie mogen wel in de comments reageren. Toch niet. Ja, sorry, ik vind het echt gewoon. Nu is tippie genomen. Klopt. Heel goor. Ik begin weer een flashback te krijgen van de vorige keer. Dat was ook zo goor. Ik ga het gewoon proeven. Veel te lang over. Hallo, ik wil eerst kijken. Oh, het grote pinda. Oh, het is geen pinda. Kijk, cashew noot.
Worry waard groeten. Aardig. Nee. Het probleem is... Nee, sorry. Wacht, laat me uitleggen. Het probleem is, ze hebben te veel chocola om die noot gedaan. Nee, echt goed. Die chocola moet zeg maar perfect op die noot. Niet zo dikke laag, toch? Hoe maak jij dat dan? Nou, misschien wel. En als laatste, volgens mij vond Nessie deze gewoon lekker. En heeft hij hem gewoon gepakt om die reden. Wat is dit? Rocker! Silver Queen Dark! Oké. Okay. Dus dat vond jij gewoon lekker eerlijk? Vond dat niet. Ik weet het niet. Die hebben gewoon gepakt. Ja. Het maakt niet eens raar, het is gewoon chocola. Is helemaal gesmolten. Ja, helemaal, helemaal. Tjus. Nou, zo ziet het eruit van binnen. Het lijkt een beetje op een droge pinda. Ja, maar echt. Oké, maar eerst. Het is wel een gekke grote hap, hoor. Er zit zo'n ding erin. Ik proef het niet meer. Leg het aan ons. Ik proef het niet meer. Nee, ik ook niet. Ik denk dat hij wel lekker is. Ja. Maar we proeven het niet meer goed, hè? Nee. En volgens mij is hij best wel lekker. Maar jij gaat weer die Mikado's eten, hè? Ja. Oké, ik ben weer echt misselijk geworden. Voor alles. Ik moet zeggen, je hebt zoveel fucking dingen in Indonesië, dat is niet normaal. Alle smaken, alle soorten fruit, alle chocola's. Ja, die fruit smaakt hier ook anders, hè? Alles heb je hier gewoon. Dat is belachelijk. Maar goed, we hebben ons weer misselijk gegeten. Dat was weer het video waar we allemaal dingen gingen proeven. Ik proef het echt niet. Gek, hè? Ik ben wel echt mistig geworden, maar we moeten nog eten straks. Ja. Ah, jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik vond het gezellig. Ja. Wil je nog wat zeggen? Ik vond het ook gezellig. Leuk. Ik moet het vaker doen, zeggen we altijd. Maar we doen het niet. Nee. Maar nee, leuk. Goed, dankjewel voor het kijken naar deze video. Like, abonneer. Laat een leuke reactie achter. En groetjes aan iedereen thuis. Doei! Doei doei! Oké, ik ga schrijven.